echte werk, hè? Nou. Is dit het eerste wat je bij hebt? Echt? Dan leid je de laatste even bij dan. Daar is het startsein onder het worden van KPN, een fantastisch netwerk KPN en Unox. Dat betekent dat we vertrokken zijn voor 100 kilometer wedstrijd met maar liefst 108 deelnemers in het KPN Marathon Kampioenschap. Gaat u eruit hier op de Belgische Mieren. En dan zien we de wedstrijden af. Geert Plender, de tocht is nog niet volbracht, Nederlands kampioenschap. Het is niet gelukt voor je. Voor mij niet, nee. Wat is er precies gebeurd met je? Kon je het tempo niet bijhouden? Het is gewoon heel zwaar, ja. Er staat machtig veel wind. Het wordt steeds op de kant gezet, zeg maar, als met wielrennen. Dus je moet elke keer, als de wind op de kant staat, moet je volle bak. En dat hou je een paar keer vol, maar de thuis en die houden het langs vol, zeg maar. En daar hoor ik nog niet bij. Dus. We waren met de rest, met René, je team erop. Ik weet op het moment niet hoe te voorstellen. Volgens mij zitten ze voorin. Zitten er twee in ieder geval voorin. Dus het moet echt van René, Kasper Helling en Martijn Kromkamp moet het wel komen voor ons vandaag. Ja, er werd eigenlijk te veel demarrage ingezet om het tempo te kunnen bijbrengen. Het tempo ligt gewoon continu verschrikkelijk hoog. Dus, je ziet het ook, er is nog een man of 30 over, denk ik. Dus de rest is er allemaal al afgereden. Dus, terwijl iedereen echt wel zijn best doet. Dus dat geeft wel aan hoe hard het gaat. Mogen wij dan een sleutelslag noemen vandaag? Ja, absoluut. Net als vorig jaar, nu ook weer. Ja. Ik wist het vanochtend al wel, toen ik wakker werd, ik zag de wind. Ik denk, nou, dit wordt echt weer een eentje voor de bikkels. Ja. Je ziet het. Blijf straks op de finish zien dat er echt maar een paar man overblijven. Ja, Gert Ruitenberg, het is niet gelukt. We hebben gezien in de eerste fase, we hebben ook gezien dat Bob de Vries Nederlands kampioen was. Als ik naar het begin van de wedstrijd kijk, dan denk ik, er zijn toch nog kansen voor het team van Werven vanmiddag. Maar het werd als veel voor de zon teniet gedaan. Klopt, ja. Maar de eerste helft van de wedstrijd heeft behoorlijk in de handen. En zo zijn we ook de wedstrijd ingegaan, aanvallen. We wisten met die wind dat het een zware koers ging worden. Zoals je zag, was halverwege koers of drie kwart koers waren de meeste opgebrand. En alleen Kasper die overleeft. Dus het is toch niet goed. Nee, we zien in de beginfase van de wedstrijd wel een heel mooi groepje bij elkaar. Hoog tempo. Het werd eigenlijk een slijtageslag. Ja, klopt. Geert Plender eruit. Ja. Even later gaat René ook het hek sluiten. Ook definitief gestopt. Ja, wat zijn dan je gedachten? Ja, er staat natuurlijk te balen als een stekker, maar ja, het is, er is wel een verklaring voor. We zijn in het begin eigenlijk denk ik te gretig geweest. We hebben onze vingers gebrand, zeg maar. De band die wacht in principe af en die klapt de tweede helft eroverheen. Tactisch heel slim en ook een verdiende winnaar. Ze hebben hier gewoon de wedstrijd gemaakt. Ja, dan gegeven moment Kasper Helling die raakt verzeild in een groep. Waar de samenwerking niet meer compleet te krijgen is, ja, dan is het ook definitief vlammetje uit. Hè? Ja, dat klopt. En dan kom je ook gewoon één of twee man tekort die nog wat terecht kunnen zetten. Kijk, zoals ik zeg, we zijn denk ik gewoon te gretig geweest in het begin. Ja, de Nederlandse wedstrijd zit op. Je hebt drie man extra aangetrokken. Waarvan de reden? Nou, we gaan sowieso volgend jaar met twee teams rijden. En we gaan ook met inline skaten een team rijden. En die drie jongens, dat zijn in principe goede inline skaters.
En er komen nog een paar aanvullingen bij de komende week. Dus we gaan volgend jaar weer met fris moed verder. Ja, wat zijn de plannen nog met het Van Werven.nl team? Nou, wij gaan sowieso verder met ons team en de sponsoren gaan we de komende tijd invullen. Heel goed, Gert. Ja. Even lekker bijkomen met z'n allen, want ja, we hebben lekker genoten van het tocht. Het was hier weer 0-10, denk ik. Maar qua wedstrijd hebben we toch wel warm te kunnen ontvangen. Ja, we gaan morgen weer rijden. Heel goed. En succes. Ja, bedankt. Bedankt.